Hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag 29 september 2018. Het is nu 14:34. Kijk. Ja. 14:34. Ja, precies. Ik ga zo even richting Ro. Ro lekker helpen. En ik heb een goed nieuwtje. Wij gaan binnenkort weer iets wat meer doen met de omgekeerde wiel. Maar wat? Dat is nog een geheimpje. Dat is nog een verrassing. Maar blijf wel vooral kijken. Want dit wordt echt gewoon leuk. Want jullie vinden het leuk. Dan gaan wij het ook leuk vinden. Ja, ik zit lekker buiten. Heerlijk. Hoe doen we dat? Hè? Toen stond ik scheef. Ook dat nog. Nee. Ja, dat zeg ik. Toen zat ik lekker buiten. Even wachten op Ro. Die is even wat aan het doen. Dus we houden hier even lekker pauze. Ja, ook gezellig. Ja, zeer zeker. Dus ja, lekker. Helemaal top. En mijn moeder is een beetje gek vandaag. Ja. Willen jullie het zien? Nou, dat mag hoor. Geduld. Monumentaal. Ik laat het jullie even zien. Ja. Kijk, 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 kijk. Ja, het is een beetje gek vandaag. Ja. Mevrouw de heks. Ja. Maar wel de goede heks, zegt ze zo altijd. Ik ben de heks, maar wel, en maar wel de goede. Nou, dat is prima. Voor mij mag u lekker de heks wezen. Ja, dat vind ik helemaal niet erg. Nee hoor, ik kan niet. Dus ik vind het helemaal prima. Ja. Ik vind het helemaal goed. Jullie ook toch? Ja, toen zat ik dus nog steeds te wachten. Maar oké, dat maakt niet uit. Het zal wel heel druk wezen. Jep, het is heel druk. Ja, Maar ik kom weer met hele goede ideeën, maar ik ga het eerst even overleggen met Ro. Dat is het leukste, dat ik het eerst eens ga overleggen. Dus er komen nog leuke dingen aan op de vlog. Hele leuke, grappige, hilarische dingen. Dus ja, dat is gewoon leuk. Alleen Ro die weet het nog niet qua de gedachtegang wat ik dus nu nog heb. Ik hoop dat hij het leuk gaat vinden. Ik denk het wel. Maar ja, als jullie het al leuk vinden toen met mijn vorige vlog met de omgekeerde wereld, dan gaan jullie dit ook zeker leuk vinden. Ja, het was weer een drukke dag vandaag. Blokje met hondjes gelopen, toen de post gedaan, toen naar de Jumbo geweest. Even nodig inkopen gedaan voor onze partij, bruiloft. Een paar leuke dingetjes gehaald. Toen nog even weer met de hondjes gaan lopen. Toen bij vader geweest. Een paar leuke verhalen aangehoord. Nou, had je leuke verhalen? Ja, het waren hele leuke verhalen. Karin is er niet zo mee eens, maar goed. Oeh. Dat geeft niet. Ik word nou al moe van die verhalen. Nou kijk, het zijn toch prima. Als je slapeloos bent, kun je even luisteren naar die verhalen. Dan word je meteen slaperig van. Ideaal. Dus dat scheelt weer. Nou, poesjes, hondje geworden. Hé meis, ben je er ook weer? Ben je er ook weer? Nee, jij bent er ook weer. Dus ja. Al met al een leuke dag. Zo zijn mogelijk. En jij bent weer aan het koken, zo te zien. Wat ben jij aan het koken? Joken? Stop toch met koken? Want ik wil gezellig met jou nu gewoon nog opeens stik niet meer tas gaan plakken. Klopt, er was wel licht in de duisternis. Dat wordt zeker een speciale kookvlog. Wat heb je nou voor pan? Is dat een wokpan? Oké. Okay. Dit staat altijd in de oven. In de oven nog wel? Altijd. Oké. Okay. Maar ik denk, ik pak deze weer eens even. Deze is licht ook wat lekkerder in mijn hand eigenlijk. Oké. Okay. Ik denk dat we gaan bakken, koken, kokerellen. Koken, bakken, kokerellen. Ja. Wat is nou... Deze al opmaken met deze erbij. Oké. Maar jij weet vast wel, wat is nou het verschil tussen bakken en braden? Ja, bakken en braden. Nee, bakken en braden. Je nou niet bij aan te koken hoor. Nou, makkelijk in de keuken. Hoesje. Ja, bakken en wat te braden. Geen idee. Koken weet ik wel. En stomen, en stoven. Stoven doe je in de oven. Waarom staat dit nou weer? Jongens. Jongens weten het niet meer. Zo. Ja. Oortjes die kant op. Dat is het niet. Ja, ja. Meisje is er ook weer. Ja. Nee, meisje. Mag ik gewoon eens een keer een dag ruilen met jullie? Vast dan. Geen lekkere dikke kluif hebben. Nee, kluif niet. Nee, toch maar niet? Gewoon lekker de hele dag. In mand liggen. Slapen. Wanneer hun het uitkomt. Wanneer mij het komt. Ja, dan moet je wel de hele tijd wachten in de keuken tot er eindelijk iets lekkers komt. Want de vrouw is met de worstjes bezig. Yummy. Zo. Even een beetje zachter voordat ze het helemaal aanvikt. Ja. Dus. Komen we zo weer terug. Jij weer de standaard kruiden toevoegen. Curry, paprikapoeder en bij gelegenheid nog een beetje peper zo te zien. Toch? Dat dacht ik dan. Nog wat brood? Kruidenbrood. En dit is om het niet te laten uitdrogen. Huh? Is dit om het niet te laten uitdrogen, verbranden? Dit is dat, en dat hij dan wat lekker is op te bruinen. Lekker uitbruinen, oké. Ja, toen was de stokbrood ook alweer klaar. Ja. Die is voor rood. Deze bordje die hier al staat. Ja. Want voor mij is een broodje te veel. Dus gewoon, daar heb ik al brood. Kijk, en dan hoef ik hem ook niet meer af te drogen, want hij is al schoon en droog. Zo snel gaat dat dus. Okay. Als je gewoon even met heet water eroverheen gaat, is het gewoon droog. Ja. Hoef niet eens meer afdrogen. Ja. Dat, en dat heet dus Amerikaans afdrogen. Oh, okay. Afwassen, afdrogen. Ja? Okay. Ja? Ik snap het. Daar heb je wel een bepaalde behendigheid in nodig, anders krijg je heet water op je vingers heen. Juist. Juist, dat snapte ik al. Daarom liet ik het nu ook even zien. Dat is een hele goeie. Toch wel? Ja. Groot, jongen. Maar dat is voor jou. Okay. Met worstjes erin. Ja, lekker. En deze is te kijk. Oei. Dit is net goed. Dat bedoel ik. Heel goed. Dat dacht ik. Mm-hmm. En als ik dus nou nog twee broodjes erbij zou nemen, ja, dan zou het weer net te veel zijn voor mij. Okay. Omdat ik dus een maagverkleining heb. Ja. En één zo'n brood, dat kan ik net hebben, maar dat gaat in hele etappes. Ja, dat ja. Maar, moet je nog boter hebben? Ja. Of gaat het zo? Nee, wat boter. Nou, dan inderdaad boter meenemen. Ja. En die vlogcamera mee. Ja. AUW, dank u wel, graag gedaan. Heel fijn. Ja, dank u wel. Vlogcamera mee. Hihi. Spannend. Ja, gaan we weer. Ben je boos omdat je niks zegt? Moet ik dan wat zeggen? Luister eens. Oh. Ja. Ik krijg weer een berichtje. Ben je boos omdat je niks zegt? Moet ik dan continu boos zijn? Hola. Kijk. En dan gaan we die draaien. Dan gaan we die draaien. En dan gaan we zo draaien. Kijk. Beter. Dan hebben we wel. Beter. Ja? Hé. Hey. Schat, kijk. Ben je boos omdat je niks meer zegt? Moet ik dan alles wat zeggen? Ja, zeker wel. Jeetje. Vind ik allemaal niet leuk, waarom? Nee, maar Ro, snap je dat ik dus daar al moe van word? Ja, dat is heel zo moe. Nog even. WV2 is dit. Mm. Nog even. Wil je ook voor mij even een mes en een vorkje meenemen? Duur. En dan even de grote licht zo uitdoen. Ja, nou wij hebben dus, ik heb gemaakt, nou ja ik niet. De stokbrood was er al. Die heb ik nou net uit de oven gehaald. Het lijkt heel zwart op mensen, maar dat is helemaal niet. Gewoon eventjes, nee. Een klein vorkje met een scheelmesje eigenlijk. Dank u. En 3 worstjes. Jup. Eentje is voor mij, eentje is voor Ro. En dan heeft Ro ook hetzelfde, maar 2 bolletjes erbij. Waar is je eten? Ik kan niet alles eruit. Ja, maar je mag hier ook gewoon smeren. Gewoon hier smeren. Ja, ik kan niet alles erbij meenemen. En de vlogcamera en de spullen. Tuurlijk wel. Nee. Tuurlijk wel. Ik ben een man. Ik kan dat niet. Oud wijf. Ja. Nou, de dames die liggen lekker. Daar een heer. En daar ook nog een dame. Ja. Wat dacht je? Misschien krijg ik wel wat. Ja, toen was het hier een beetje heel erg donker. Ik weet het. Het is hier een beetje donker. Beetje erg donker hier. De mensen die kunnen mij niet zien. Nee. Beetje scary. Ja. Maar die scary komt zo meteen niet meer terug. Nee. Dan gaat hier zo meteen in één keer bloef een lampje aan. Maar ik moet ook hier al iets krijgen. En dat ik dus ook met een afstandsbediening iets kan doen. Ook altijd handig. Met een AB of zo. Altijd handig en ook verstandig. Ja. Nee, ik bedoel hier met een af. Niet die. Ik bedoel, het is hier donker. Nee, dat is voor die. Nee. Nee. Ik heb daar een lamp. Die moet eigenlijk hier gaan staan. Kijk. Ja, en Rodi heeft net wat ingeschonken voor mij. En er ligt hier al iemand zo lekker lief bij me. Zo vaak kom jij ook niet meer aandacht vragen, hè meisje? Maar zeg maar, het wordt weer winter. Speaking of marijuana, remember that bust in Utah where they found duffel bags? there it is. This is the scene in Utah. Now that they have brought back the evidence. Ja, maar je kan wel hier dan gewoon gaan zitten. Daar. En dan heb jij niks om te proeven. Ja. Ik denk, nou, dan gaan we samen proeven. Ja, zo. Proef jij dit? Proef ik dit? Nee. Oh, dat weet ik dus nog niet. Kijk eens maar. Is lekker. Een beetje van je poppen dan. Even kijken of hij soja lust. Erg lekker. Moet je niet zeggen van ik heb het al geproefd. Ik heb het al geproefd. Het is erg lekker. Aan bij je smaak. Ja. Aan bij je. Dit is soja. Ik heb het nog nooit gehad. Zacht. Ja, lekker. Echt wel. Heel raar soja. Expeditie Robinson wordt mogelijk gemaakt door Travel Bikes. Goud, e-commerce en tassen. Ik zat er zo'n hele met zo lang bij ons eilandpraat. Donderdag om 10 uur, direct na Expeditie Robinson, live bij RTL 5. Wist je dat de makers van Strepsils ook Strepsils gecreëerd hebben om acute keelpijn en zwelling te verlichten? Je moet er wel even aan wennen. Dat wel. Ja, ik trek een heel vies gezicht. Ik weet het. Wat ik nooit soja heb gehad. Nee. Ik heb nooit soja gehad. Kijk, dat is ook handig. Heb je toch je handen vrij. Maar moet niks van soja hebben, meneer. Ik ben een drukke moeder. Daar weet ik vaak onderweg. En krijg ik wel eens last van. Ja, maar ik hoef niet nog meer. Even kijken wat het is. Want? Ja. Ja, en wat zit er allemaal in die soja? Kom dan naar 4, want ik kan je het vertellen. Dacht ik dus net dus. En dat ik soja kreeg. Nee hoor, heeft meneer wat anders gepakt. Lijkt erop. Nou nee, het lijkt er niet op. Oh, en wat een kneus ook weer hoor. Denk al, hè? Lekker. Dit is fruitiger. Zo. Heel zoet. Nee. Nee? Wat trek jij nou voor vies gezicht? Oh, een beetje proeven. Dan kan je weer lachen. Dan kan je weer lachen. Ik ben wel leeg proeven. Ja. Jij vindt deze dus wel lekker? Dat weet ik niet. Je hebt die andere soja met mandel of zo. Ja. Ik vind het totaal niet lekker. Dit is met rode vrucht. Dit is wel lekker. Ja, maar het is ook verschil wanneer je iets neemt, hè. Als het 's middags is, dan kan je smaak ook weer anders wezen. Oh, okay. Het is nou 11:50 in de nacht, dus dan is je smaak ook waarschijnlijk weer anders. Dat zou ik. Dus ik denk als jij mijn... die kleine Hanaam die stond op een jurkje van de Kruidvat. Dus dat was wel leuk. Maar dan zeg ik, het is... als je mij misschien niet morgenmiddag geeft, misschien dat ik het dan wel lekker vind. Oh, oké. Doen we dat. Dus even dan kijken. Ja. Maar bij deze gaan wij onze vlog weer afsluiten, ja. Afsluiten, ja. Vond je deze vlog nou leuk? Dan zouden we weer zeggen. Ja. Een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Als je dat hebt gedaan, dan kun je een belletje aan doen. En als je dat weer hebt gedaan, dan kun je een leuke reactie achterlaten, ja. Een commentaar achterlaten. Ja, is leuk. Dan krijg je nog wat te horen van ons. Is leuk. Ja. Ook even liken, delen op social media, ook leuk. En dan zouden we zeggen, top, dankjewel voor het kijken en tot morgen maar weer Marvel Donkies. Doei! Doei.